En ik werd niet echt weggestuurd. Dus het is gewoon zo raar om je weg te sturen. Je eigen schoonzus. Volgens mij heb ik dat woord nog nooit op YouTube gezegd. Die is zo gekeken dus. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video. Zoals je waarschijnlijk kan zien ben ik vandaag niet alleen. Ik ben met mijn schoonzusje. Hoi. Hallo. Wil je jezelf even voorstellen? Hoe heet je? Hoe ik heet? Ja. Ik heet Sleen. En ik ben 24 jaar oud. En dit is mijn schoonzus geworden. Ja, inderdaad. Wat heb ik toch een pech, hè? Nou, in ieder geval, het leek me heel erg gezellig om met jou een sushi moment te doen. Want wij zijn dol op sushi en wij zijn dol op eten. En dus echt heel veel eten. Heel veel eten. En ik dacht dat het extra leuk zou zijn als ik ook nog even wat vragen zou beantwoorden. Of wij samen. Want ik ben natuurlijk afgelopen tijd heel vaak hier op bezoek geweest. En mensen die begonnen zich een beetje af te vragen waar ik nou ben en wie jij nou bent. Om precies te zijn, 6 dagen lang. Ja, de vorige was ik er echt 6 dagen. Ja. Nou, op een gegeven moment was mijn broer er ook klaar mee. Oh ja, dat is trouwens echt een van de eerste vragen. Want elke keer als ik jou in de stories mijn schoonzusje noem, dan is iedereen, hè, maar je had toch geen vriend? Maar mensen die weten dat niet echt, ik heb nog een broer. En Celine is dus zijn kindertje. Mijn broer die is wel eens in video's geweest, maar echt heel weinig. Hij is een beetje incognito online, toch? Ja. Ja, maar zo zijn mannen. Ja, zo zijn mannen, weet je, het is ook niet anders. Sommige mannen die vinden dat wel leuk en de meeste mannen vinden dat toch echt niet leuk. Klopt. Dus eigenlijk is het een beetje een red flag als mannen dat wel leuk vinden, of niet? Of juist niet. Een van de eerste vragen sowieso, en die was ook echt meteen het meest gesteld, daar gaan we even mee beginnen. Dat was, wat was onze eerste indruk van elkaar? Toen we elkaar voor het eerst zagen en hoe wij elkaar voor het eerst hebben gezien. Nou, eigenlijk zaten we bij elkaar op school. Ja. Ik wist het eigenlijk niet. Maar nee. Ik wist dus wel, blijkbaar. Ja, ik had jou echt al vet vaak gezien. Toen Jeroen, zeg maar mijn broer, ook een foto van jou liet zien, ik wist meteen wie je was. Wanneer zou je een foto zien van mij? Ja, toen ik echt erom aan zeiken was. Zo van, laat even je vriendin zien. En je weet hoe hij is. Hij hield haar echt best wel, nou niet echt geheim of verborgen. Ik ben maar heel erg incognito geweest. Zijn ik zelf even zijn geweest. Leven, zeg maar, volgen. Hoe ja. Incognito. Even incognito, inderdaad. Thanks. Hoeveel, oh, oké, okay. Jij doet altijd wasabi dus in je bakje. Ja. Wat echt illegaal zou moeten zijn, maar goed. Soms zijn regels om te breken. Soms. Trouwens, echt, let niet op mijn hoofd alsjeblieft. Want ik heb dus mijn pony voor het eerst naar de zijkant gefeund. En het is allemaal niet meer te redden. Niet zo aanstellen, God. Ja, dat is echt een goeie. Het was okay. Mijn haar niet meer te redden. Schat, jij hebt het mooiste haar ever. Poefbol. Ja, dat is toch niet normaal hoeveel haar je hebt. Dank je. Oké, okay, zullen we eerst een hapje doen als, als thumbnail? Ik heb al een hapje genomen, sorry. Oh, maar dat geeft niet. Maar dan nog één hapje. Met mij samen. Voor de thumbnail. Ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet handig. Hè? Nee. Is dit, als dit zo. Oh, dan is het uit beeld. We kunnen hier onze troef wel gooien. Oké, okay, okay, 1, 2, 3. Lekker? Mm-hmm. Oké, okay, maar ik kende jou al wel. Maar de eerste keer dat we elkaar hadden gezien, dat was volgens mij bij mijn ouders thuis, toch? Op een verjaardag van haar zusje. Oh ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat was dus in augustus. Toen kwam ik aan van werk. Kwam bij jullie aan. Ik had niet verwacht dat jullie allemaal zouden zijn. Dus het was echt even voor mij van, oké, hallo. Wist je niet dat ik er zou zijn? Nee. Had Jeroen ooit over mij verteld? Sorry, ik blaar echt meteen. Jawel. Ook over dat hij in vlog zat en zo. Dat heeft hij heel schattig laten zien. Kijk, daar zie je mij. Zo, ik mocht niet dat wil hij ook niet zijn hoor. Die video is ook van 4 jaar geleden. Volgens mij die van Parijs. Ja, ja, klopt. Dit is niet klopt. Die had ze laten zien en toen zei ik van, oh, laat even meer filmpjes zien. Mm. Zodoende en dan een beetje, zie ik nog een keer Instagram maar even bij jou checken. Maar ik was gevolgd. Nee, omdat ik geen stalker doe, omdat ik jou ga volgen. Oh my god. Hey, plus erbij, ik wist ook niet of jij al wist wie ik was. Ja, nou, ik wist het dus van school. Ja, maar anders was het zo raar maar dat ik jou juist ging volgen. Ja, oké. Okay. Nou ja. Op, nou ja, voor jou misschien niet, maar sorry, maar ik ga gretig nog eentje pakken. Ja, schat, doe wat je wil. Deze zijn ook echt lekker. Ik eet dus normaal altijd super slow. En ja. Chris die eet dus echt super snel. Klopt, iedereen zegt het altijd tegen mij. Ja, ik kan jullie gewoon niet bijhouden. Oh. Nee, dat is ook een familiekwaltje hoor, want Jeroen doet dat ook. Ja, klopt. Ik vind het zo grappig, want
Jeroen is natuurlijk mijn stiefbroer. Maar hoe vaak je tegen mij hebt gezegd, je lijkt echt op Jeroen, is echt niet normaal. Maar ik denk dat jullie ook echt zo lang met elkaar hebben samengewoond. Ja, oké. Nou, zo lang valt op zich wel mee. 6 jaar of zo. Maar je neemt heel veel snel trekjes aan. Ik bedoel, jij hebt ook 6 dagen hier geslapen en ik heb dat trekje gretig van jou overgenomen. Dus ja. Klopt, dat gebeurt wel echt heel snel, ja. Wacht, wij zijn helemaal afgedwaald. Oké, dus wat was nou jouw eerste indruk? Mijn eerste indruk, jij had al dus op Insta gekeken. Ik dacht, jij bent heel sociaal. Maar dan, ja, dat viel dus tegen. Nee, het werd juist erger. Je bent te sociaal en te gek. Ik dacht, jij bent ook wel zo'n rustig type en zo. Mijn langzame hand in je krijg van... Nou ja. Ik heb een tweede Jeroen hier soms zitten. Ja, terwijl ik vind Jeroen helemaal niet zo heel druk. Nee, omdat je het zelf ook bent. Ja. Oh ja, vind je ons druk? Jullie kunnen wel druk zijn. Ja, kijk, dat... maar jij ook. Ja, klopt. Dus... ik heb mijn momenten, vooral als ik net een powernap heb gedaan. Ja, dat hebben we gisteren gezien. Ja, oké. Dus jij had mij wel sociaal verwacht en dat was op zich ook wel uitgekomen. Ja. Oké. Ja, ik vond het dus ook, ik weet nog wel, want jij kwam binnen en toen ging je zo bij mijn stiefvader zo vragen om een stukje taart. Want iedereen had al... want jij kwam iets van later binnen of zo. Ja, omdat ik van werk kwam. Ja, dat was het. En ik vond jou er zo spontaan en leuk, zeg maar, overkomen. Want nou, mijn broer die heeft wel vaker vriendinnetjes gehad. En het is altijd toch even een dingetje als het dan over de vloer komen voor het eerst. Voor mijn gevoel, snap je wat ik bedoel? Ja. Maar jij kende natuurlijk mijn ouders al. Nee, maar als ik je ouders nog niet kende, zeg maar, dan werd het ook awkward voor mij. Maar daarom was het ook wel iets makkelijker. Klopt. Dus dat is eigenlijk, ja, dus ik vond jou inderdaad heel spontaan overkomen. En toen dacht ik al meteen, oh ja, heel leuk. En je hebt net die nieuwe schoenen die ik ook had. Ja, die Nike's. Ja, dus we hadden meteen dezelfde schoenen. Nou, helemaal dezelfde maat ook. Gebeurt ook echt bijna nooit bij mij. Dat is eigenlijk wel heel slecht, hè? Want dan kunnen we alles van elkaar lenen. Eigenlijk wel. Maar ik heb nu ook, zeg maar, Celine haar outfit aan. Deze spijkerbroek. En de topje, ik heb me net omgekleed. Voor de hoeveelste keer? Nee, ik heb vandaag maar 2 keer omgekleed. Jij hebt je echt 5 keer omgekleed. Ik heb mezelf 5 keer omgekleed. Best erg. Ja. Weet je, ik zal je één grappig feitje vertellen over mijn mukbangs. Ik bestel dus heel vaak zo'n handrol. Maar dan eet ik de rest en dan ben ik al vol en dan kan ik die handrol niet meer aan. Weet je hoe vaak ik mensen in de comments heb gehad met... je hebt die handrol niet opgegeten! Dus... ik stel voor dat we die gaan doen. Ik heb eentje met garnaal en Celine, jij hebt eentje met zalm, hè? Ja, wij houden echt van zalm. Ja, klopt. Oké, cheers. Cheers. Jammer dat dit geen shotje was, maar ja. Nee, wij zijn meedoen aan Dry January. Ah. Laat me weten als je dat ook doet. Want wij... dat liep even helemaal uit de hand tijdens kerst en zo. Ik heb zo lang niet gedronken. Totdat Christina op de vloer kwam. Nu heb ik gewoon 6 dagen lang zitten zuipen. 6 dagen. En dat ik dan haar aankijk van... hoe kan jij nog leven? Ik wist het ook allemaal niet meer. Maar dat was ook helemaal niet de bedoeling. Dat escaleerde gewoon ineens. Ik zou hier met kerstavond komen... eerste kerstdag zou ik dan hier met mijn ouders vieren, ook zeg maar. Tweede kerstdag met vrienden. En dan zou ik naar huis gaan. Nou, derde, vierde, vijfde kerstdag verder. Dat was echt niet normaal. Zesde ook nog. Zesde kerstdag inderdaad, maar het was wel echt heel gezellig. Ik vond het echt heel leuk. En ik werd niet echt weggestuurd, dus ik dacht, nee, ik ga gewoon gretig blijven zitten hier op deze bank. Het is gewoon zo raar om je weg te sturen. Je eigen schoonzusje en eigen zusje. Jij hebt een keer pleiten. Nou, op een gegeven moment had ik dat al bijna wel verwacht. Dat jullie dat zouden zeggen. Maar nee. Mm-mm. Je moest zelf de knoop doorhakken. En ik moest wel weg, want ik had een andere afspraak. Maar ik denk ook dat Jared wel fijn vond dat ik iemand had. Aangezien met de lockdown ik heb elke dag met hem opgeschreven zit. Klopt, op een gegeven moment was Jeroen er echt zo klaar mee. Met ons allemaal. Ging je gewoon boven zitten game. Maar ja, ik snap het ook wel. Want af en toe heb je gewoon je eigen tijd nodig, toch? Zeker waar. Het is echt lekker. Is echt lekker, hè? Mochten jullie elkaar vanaf het begin al? Nou,
Wacht, zou ik vertellen wat ik allemaal... Want wij hebben natuurlijk op dezelfde middelbare school gezeten. Ja. Nou, dat weet jij dus helemaal niet. Ik kende jou dus al. En ik snap dat niet. Hoe kan dat? Dat jij mij zo bekend voorkwam. Zeg maar, ik wist meteen je naam en zo. Maar jij zat in de vriendengroep van mensen die ik ook wel kende. En mijn vriendengroep... Nee, ik weet niet wat ik zeg. In ieder geval, dat is echt een mysterie. Maar misschien ook omdat jij... Zeg maar, ik ben best wel zo'n girl next door. En op de middelbare school helemaal. En jij viel al meteen op. Ik weet niet of ik dit als een compliment moet opvatten of niet. Nee, jawel. Qua uiterlijk, toch? Je hebt donker, lang donker haar. En ik was gewoon altijd zo'n... Gewoon zo'n gemiddeld schoolmeisje. Dus dat valt ook niet op, want iedereen lijkt op mij dan. Of ik op iedereen. Kijk, ik snap wat je bedoelt. Hoe zouden wij onze band met elkaar omschrijven? Eigenlijk is onze band echt veel, veel sterker geworden sinds de kerstavond. Ja, want daarvoor hebben we elkaar in augustus gezien. En toen met kerst. En één keer ook. Ja, nee. Oh, in Amsterdam. Oh ja, in Amsterdam was ook leuk. Ja, dat was ook leuk, want we kunnen om 12 uur al beginnen te zuipen. Nou. Nee, ik kwam er pas om 3 uur middags bij hoor. Ik was er niet vanaf 12. Ik begon om 12 uur al te zuipen. Excuses. Inderdaad. Jij kwam om 3 uur of zo gedaan. En het eerste wat Chris van ons kreeg was een bubbel. Oh, het was heerlijk. Bubbeltje met framboos. En toen gingen we weer naar de volgende terras. En toen dachten we, ja, hier moeten we gaan naar biertjes. En toen hebben we nog cocktails gedronken. En ja, en toen kwam Chris ook pas erachter dat ze zoveel jaren een influencer eigenlijk is. Dat was precies op mijn 5-jarige jubileum. Dat was het. Dat weet ik weer. Dat was dus in september. Want we hebben dus elkaar in augustus gezien. In september. En toen pas weer met kerst. Ja, klopt. En nu ga ik dus hier intrekken, heb ik besloten. We hebben dus nieuwe toekomstplannen. We gaan een huis kopen met daar zo 2 van die muren ertussen. En dan dat we daar ook nog wel een beetje privacy hebben, maar ook weer niet. Klopt. En dan kan jij daar met Jeroen wonen en dan ik met een of andere guy. Weten we nog niet wie. Dat weten we nog niet. In Imagination. Klopt. Dat lijkt dus ook heel erg gezellig. En we hebben echt nu al plannen. Tenminste, we moeten nog even kijken hoe het allemaal loopt. Maar we hebben nu al plannen om samen op vakantie te gaan. Dus dat lijkt me ook heel erg leuk. Straks kom ik hier elke keer weer een week. En dan ben ik gewoon onderdeel van jullie meubilair. Ben je al. Inderdaad. Nee, maar toen ook met kerst. Ik dacht, ik kan wel echt wel naar Amsterdam terug. Maar wat ga ik daar doen? Chris heeft echt 6 dagen lang op een luchtbed gelegen. 6 dagen lang. En toch wel ze hier blijven. Terwijl ze op een luchtbed moest gaan slapen. Maar wat voor een luchtbed ook. Ik moet zeggen, het was prima te doen totdat ik 1 dag daar nuchter op ging slapen. Ik word wakker en gebroken. Echt gebroken. Ik dacht, wat is dit? Dus volgende keer slaap ze weer bij ons in bed. Ja. Jeroen sliep hier vandaag op de bank. En wij sliepen boven. Dus dat vind ik op zich wel heel goed geregeld. Maar ik vind het ook erg zielig voor hem. Maar ik vind met z'n drieën ook gezellig. Ja. Dan kan ik gewoon in de midden. Dan kun je hem in mijn sandwichen. Klopt. Echt de beste avond ever. Dat was de slaapnacht die ik had. Echt. Het was echt heel grappig. Want wij hebben een spannende film gekeken. En mijn broer die kan er sowieso niet tegen. Dat wist ik nog van vroeger. En eigenlijk, hij deed vet stoer toch. Want wij zaten hier de oplaadbed neerzetten. En met z'n 2 gaan slapen. Zodat hij boven kon slapen in bed. Nou, dus hij zo, ja, ik ga naar boven. Nou, echt nog geen 5 minuten later. Celine, wil je toch boven komen? Ik zei, hallo, ik ga niet in mijn eentje hier beneden slapen. De groeten. Dus wij een hele discussie verder. Oké, we gaan wel met z'n 3 in 1 bed. Dat was zo grappig. Dus Celine zo in het midden. Echt zo. Ik kwam er 1 kant op. Ik heb eigenlijk nog best prima geslapen. Nou, fijn schat. Fijn schat. Ik ben heel blij. Mij niet bellen hoor, dit keer. Nee, snap ik. Maar ja, jij wil gisteren weer een horrorfilm kijken, maar... Maar eigenlijk vandaag ook. Misschien moet je vandaag ook toch nog blijven. Dan kunnen we nog 1 horrorfilm kijken. Zo gaat het dan. Hoe kan ik dan naar huis? Niet. Nee. Ik voel me weer echt heel raar, want... Ik voel me raar met een pony, maar nu voel ik me dus raar zonder pony. Zo snel kan het gaan. Maar je ziet het niet. Nee, klopt. Alleen je ziet wel hoe slecht ik het heb geknipt, want het is zo tjak, tjak. Het is... Ik kan niet wachten totdat de kappers overgaan. Het is niet slecht omdat ik Jazz zijn haar heb gedaan. Ja, met de eerste lockdown toch? Ja. Oh.
Ik dacht dat ik kon scheren, maar... Het is zo moeilijk. Het is heel moeilijk. Ja, dat vind ik ook. Met al die standjes en zo, ik snapte er helemaal niks van. Mannen hebben blijkbaar dus hier ook een stuk haar. Oh ja, die heb je weggeschoren. Maar die hebben weggeschoren, want ik wist niet dat dat erbij hoorde. Nu nog alles was strak. Oh my god, ja inderdaad. Want mannen hebben toch af en toe zo'n een beetje zo een haarlijn. Okay, puntachtig. En die punt die heeft ze dus helemaal weggehaald. Dus het was zo, tjak. Hij was niet blij. Hij was niet meer te redden. Ja, hoe zijn jullie zo close geworden samen en na hoe lang? Maar zoals we zeiden, van kerst was eigenlijk de derde keer dat we elkaar zagen. Het was ook echt op kerstavond. We zouden alleen maar gewoon wat eten en één drankje doen. Met name één. Ja, of twee. Maar het escaleerde zo erg. Ja, het ging zo snel. Opeens was één flesje kava al leeg. En het was toen de volgende. Iemand nog bubbels? Ja hoor! En dat was echt... Vier flessen later, denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Vier flessen later. En toen dachten we, ja, dit is goed. Het is zeker goed. Het was echt niet normaal. Ja, toen werden we de volgende dag wakker. Toen kwam Chris op het mooie idee om Baileys in je koffie te gaan doen. Zodat ze gewoon door konden drinken. Oh, wat erg. Het was de eerste kerstdag, wat wil je van mij? Maar het mooie was wel, we hadden echt de lekkerste kerstontbijt op eerste kerstdag. McDonald's! Wij waren zo brak. Dus wij inderdaad naar McDonald's. Oh, wat erg. En die koffie met Baileys ernaast. En nou ja, er was nog een vriend op bezoek. Dus wij zijn allemaal zo brak. En hij denkt, ik kwam dan nog Baileys in de koffie, zeg maar best normaal. Maar wat doet deze jongeman? Hij pakt zo meteen... zeg maar, eerste ding wat hij deed toen hij wakker werd. Hij gaat zo naar de keuken, schenkt zichzelf een wijntje in. Weggeat, echt in 3 seconden. En ik kijk naar hem, ik denk, hoe leef jij nog? En wat voor reactie had jij? Doe mij ook maar een! Ik dacht echt, ja, wij zeggen in Litouwen altijd, je moet jezelf genezen met hetgene wat je ziek heeft gemaakt. Dus ik dacht... We gaan ervoor. En toen die koffie met Baileys na, het was 10:00 AM. Ik was gewoon weer lam. Het was echt niet normaal. Maar dat was zeg maar een beetje onze kerst. Helemaal uit de hand gelopen. Maar daarom zijn we nu aan het detoxen. En we drinken niet. Nee, maar we eten wel veel. Ja, we eten wel veel. We eten echt veel. Ik wou net zeggen, elke keer als ik hier ben. Want toen ook met die weet dat ik hier met kerst was. Hoe vaak hadden we wel die sushi besteld? 3 keer of zo? Nee, 2 keer. Ja? Ja, 2 keer. Maar waren we nog iets anders besteld of niet? Of heb ik dat in mijn hoofd? Nee, volgens mij zijn we gingen koken. Oh ja. Nou, en natuurlijk met eerste kerstdag gingen we gourmetten en koken. Maar Sinead die kan ook heel goed koken. Dus dat is ook gewoon iets waarvan ik denk, ja, waarom zou ik dan naar huis gaan? Thuis vreet ik echt alleen maar broccoli met rijst. Dus ergens is het ook jouw schuld. Ja, klopt. En je wandelt hier ook veel minder. Ik doe hier helemaal niks. Ik zit hier op de bank. En dan gaan we eten. En dan zit ik weer op de bank. Maar Chris is ook heel grappig. Die zegt altijd tegen mij de dag daarvoor. Ja, we gaan vroeg opstaan. Dan gaan we dit en dit doen. Uiteindelijk. Wie wordt als laatst wakker? Maar ik had letterlijk niks gehoord. Jouw wekker niet, jou niet, niks niet. Ik had ook geen wekker aan. Oh, had je geen wekker? Maar nee. Hadden we dan wakker gemaakt, joh? Nee, maar ik zag je zo vredig slapen. Ik vind dat ook kunnen als mensen mij wakker maken. Ja, het is ook. Maar toen werd ik wakker omdat Jeroen de slaapkamer binnenkwam. Hoe was je voorgesteld? Ik ben niet voorgesteld. Ik moest mezelf voorstellen. Maar ook toen jij voor het eerst mijn ouders zag? Ja, toen kwam ik ook eruit. Toen moest ik ook mezelf voorstellen. Dat is weer zo typisch Jeroen. Ik kwam er echt aan. We gingen barbecue en ik zat echt zo... Oh, jullie gingen barbecue. Ja, maar hoe was de eerste ontmoeting? Wanneer was dat überhaupt? Je vader was bezig met... ik weet echt niet meer wanneer. Je vader die was bezig met de barbecue in elkaar zetten. Want hij had een zelfgemaakte barbecue gemaakt. Oh ja? Nou, Leonietje zat te springen op de... Trampoline. En Justin die was boven aan het gamen. En je moeker, die was ook boven. Mm-hmm. Dus ik heb alleen met je vader geluld. Oh! Maar ja, toen moest ik me wel op mezelf voorstellen, want dat deed jij natuurlijk niet. Soms is het echt zo'n lompe boer, maar maakt niks uit. Maar ja, toen zat ik daar een beetje eens ongemakkelijk echt zo van... Vond je toch makkelijk? Nou, eerst wel, maar dat is altijd zo, zeg maar, als je net in de laatste bent, de ouders voor het eerst zien, en dan durf je ook niet zoveel te eten, want ik eet eigenlijk echt heel veel. Maar je eet echt niks? Jawel, maar ik eet niet zo snel.
Oh ja. Maar het was eerst ongemakkelijk, maar later was het wel gewoon prima. Dan kan je wel weer een beetje jezelf zijn. Maar ja, je is altijd wel een beetje de kat uit de boom kijken. Ja, en dat heb ik ook altijd hoor, in het begin. Niet met jou. Dat heb ik hier niet echt gehad. Dat was eerder voor mij echt zo dat ik dacht van... Was dat zo in mijn huis? Dit? Was dat zo? Kan het weg? Kan het blijven? Nou ja, omdat het natuurlijk voor mij een vertrouwde omgeving was. Ondanks dat ik hier maar één keer eerder was geweest. Maar omdat Jeroen hier natuurlijk woont, dan is dat meteen... Anders. En ik ben ook gewoon veel sociaal gelijk, zeg maar. Klopt, je bent heel open. Ik ben niet zo awkward, zeg maar, dat ik nog denk van... Ik moet even anders gedragen. Want, nee, klopt. Dat heb je ook niet. Nee. Ja. En die vriend van Jeroen die hier toen was, die had het ook niet. Ja, die is ook niet zo. Nee, klopt. Dus dat was echt gewoon heel chill. Is dit een beetje goed te rachen? Die is zo goed kijken dus. Volgens mij heb ik dat woord nog nooit op YouTube gezegd. Maar het is inderdaad zo. Oh, ik weet nog wel even een kleine storytime, zeg maar, tussendoor. Dit verhaal vertel ik echt. Celine heeft wel 10 keer gehoord. Maar ik was dus op een bloggersreisje. En het was met eten en zo. En het waren echt allemaal gewoon van die mooie meisjes. Instagram, YouTube, whatever. En nou, dat is niks mis mee. Maar ik voelde me weer thuis. Dus ik zeg... Oh, wat is het? Dat vind ik echt niet te rachen gewoon. En toen keek iemand naar mij... Waar kom jij vandaan? Maar rachen is helemaal niet Gronings. Wat eigenlijk wel? Waar komt rachen vandaan? Niet te rachen. Dat is volgens mij echt iets uit Brabant of zo. Zou me echt niets verbazen. Of misschien je eigen woordenboek. Nee, oprecht. Het is echt een woord. Mm-hmm. Maar ik weet niet waar die vandaan komt. Dat gaan we straks opzoeken. Ja. Wesley en ik, vorig jaar toen met kerst, wilden we graag straattaal leren. Maar nu willen we graag Gronings leren. Blijkbaar woon ik in de G-Town. Dat is Groningen dus. Oké, dat was even een korte break, maar we zijn er weer. Kom maar, omaatje. Kom maar, kind. Kom maar, kind. Oh! Hè, vriendin? Vriendin. Dekentje erbij. Oh. Oh, ik had echt even geen bloed meer in mijn been. En de camera was ook ermee gestopt. Het staat net even anders. Ja, wat vinden we het leukste en het minst leuke aan elkaar? Oeh. Ik vond het echt best wel moeilijk. Dat vind ik echt heel lastig. Want zo herkennen we elkaar eigenlijk helemaal niet. Het leukste aan Chris is dat ze gewoon haarzelf is. En dat ze ook gewoon echt voor je is. Ook al is het zus van Jeroen, zeg maar. Mm-hmm. Je bent wel gewoon open-minded. Jij bent niet zo'n persoon die een kant gaat kiezen. Nee. En je zegt wel waar het op staat. Wat lief. Ja, zie je? Ik had goed over nagedacht, hè? Ja. Oeh, nu wordt het moeilijker voor jou. Bring it up, bro. Bring it up. Probeer hier even de piek te bereiken dan. Oh, wat erg dit. Oké, wat ik het leukste vind, dat jij gewoon heel sociaal en heel erg gastvrij bent. Je bent zeg maar heel erg verwelkomend. En dat voel je ook altijd, zeg maar, als je hier bent. En je kan lekker koken. En je bent een goede gesprekspartner. Ah. Oh, nee, ik vind het ook best lelijk. En wat nog meer? Ik weet niet, gewoon gezellig. En minst leuke, dat weet ik eigenlijk niet zo goed nog. Oh, ja, soms dan gaan jullie, dat is echt een dingetje van Jeroen en Celine. Dan gaan ze zo heftig lopen doen met elkaar. Soms denk ik, moet ik helpen? Heftig klinkt nu heel raar. Je moet even in de context gaan. Dan lopen ze hier te vechten met elkaar in de woonkamer. Dan denk ik altijd, ja, wat moeten we ermee? Soms moet je liefde uiten op een andere manier. Soms, met nadruk op soms. Maar het gaat hier soms ruig aan toe. Nee, ik vind jullie echt leuk stel. Dank je. Wat vind ik het mis aan je? Oké. Dat je haat om boodschappen te gaan doen. Oh, waardoor ik altijd boodschappen moet doen. Oh, als ik bij Albert Heijn binnenloop, zeg maar, dat is het. Jij bent heel geduldig. In andere aspecten. Jij bent heel ongeduldig. Ik ben zeg maar, bij mij moet alles direct en in één keer goed, anders kan error. Maar het moment dat ik Albert Heijn, of Lidl, of Jumbo, whatever, inloop, wil ik één rondje en eruit. 5 minuten. Anders... Ik trek dat gewoon mentaal niet. Gewoon echt boodschappen doen. En dan, oh, toch dit vergeten. Weer met die kar. Gezeik! Ben je niet binnen, vriendin? Nee, maar weet je wat het ook is? En Jeroen die heeft er wel gelijk in.
Jij wil altijd zoveel verschillende dingen. Maar als ik boodschappen ga doen, dan weet ik bij mijn groenteafdeling, oké, ik heb een paprika nodig, een courgette en een aubergine. Nou, klaar, rijst, vega schnitzel, klaar, ik ben eruit, snap je? En jij wil dit en dit en dit. Maar anders kan ik toch niet mijn gerecht maken? Nee, dat is waar, want jij kan natuurlijk dan wel heel goed koken en ik ben heel erg basic. En ik vind het niet erg, ik vind het niet erg om saai basic te vreten. Want dat betekent ook dat ik heel snel klaar ben met mijn boodschappen. Ja, ik ben er wel echt 30 minuten mee bezig. En mij niet vijf, bellen daarvoor. Soms wel 45 minuten. Maar het kan ook soms een uur zijn. Och, Jezus Christus. Kan je je voorstellen dat je een uur rondloopt in Albert Heijn? Ja. Als er rijen lang zijn. Ja, ook dat lang wachten. Oh, nee, vond ik verschrikkelijk. En ook als je met heel veel honger gaat boodschap gaan doen. Ja. Dan wil je echt zoveel. Klopt. Dat wil ik gewoon echt alles. Maar dat doe ik dus niet, hè. Ik kom nooit in mijn leven in de schap van snoep en koek. Kom ik niet. Is gewoon een regel voor mij. Ik ook niet. Totdat ik gisteren in de rij moest staan bij de snoepschappen. Ik wou net zeggen, jij kwam gisteren gewoon thuis met snoep. En toen dacht ik al, ja, daar gaan we weer. Ja, maar dat komt omdat ik moest stilstaan bij die snoepschappen. En ik heb daar echt letterlijk 5 of 6 minuten bij die snoepschappen staan. Waardoor die snoep mij zat aan te kijken van, neem mij mee. Toen dacht ik, ja, dan moet ik het wel meenemen. Dat snap ik. Dat snap ik. Ik zit echt zo ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk. Wacht, ik ook. Oh, ik weet wel wat. Wat? Celine, zeg maar, dat is zeg maar een voordeel over vloggers, maar Celine die doet het ook oprecht. Die loopt altijd alles te filmen. Dat zijn zulke grappige momenten, zeg maar. Ja, maar en de volgende dag ga je gewoon om lachen. Ook soms als je dingen bent vergeten, dan kan je het nog even laten zien. Zal je het eigenlijk moet je nagaan. Niet speelt, dus ik met mijn brakkop. Kijk Chris, dit was jij! Nou, dan kan je me echt oprapen. Dan ben ik echt zo klaar mee. Ik heb oprecht gewoon een brakke fotolijst of zoiets van je maken. Zo'n fotoboek of zo'n digitale met ook nog van die filmpjes erbij. Dat je later aan je kleinkinderen kan laten zien. Kijk, zo was oma vroeger. Helemaal geëscaleerd. Als jij ooit gaat trouwen, dan heb ik gewoon echt, kan ik gewoon zulke leuke filmpjes laten zien. Ik ga dus nooit meer trouwen. Jawel. Ik denk dat we er even een einde aan gaan breien, want het wordt ook al donker. We moesten echt een beetje creatief zijn met de setting en alles, want we hebben en geen statief en geen lampen en nou ja. Maar het is best wel goed gelukt, toch? Ik ja. Vind het wel leuk. Alleen tussen nu. Zou ik het zo zien zonder mijn bril? Ja. Wat vind jij ervan trouwens? Dit is je eerste YouTube video. Alsof ik gewoon met jou zit te eten. Ja. Ja, maar het is echt zo. Nee, dat is leuk. Dat is ook de bedoeling van een mukbang. Heel bedankt dat je op mijn kanaal wilde komen. Vond ik heel gezellig, heel erg leuk. Celine, haar Instagram staat in de beschrijving. En dan heel bedankt voor het kijken, jongens. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!